Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Albasign en Asta Casino. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal Vandaag. Met in deze editie... ADO Den Haag geeft jeugdtrainers kans in China. Joeri Verbeek scoort 8 maal in 1 wedstrijd voor Velo Zaterdag. FC Schavenzande wordt partner van de Feyenoord Academy. En jong ADO Den Haag klopt leeftijdgenoten van Willem II. De jeugdopleiding van ADO Den Haag is al volop actief in China na de overname door de heer Wang. Hoofdjeugdopleiding Rob Meppeling is al enkele malen in China geweest. En vorig seizoen waren er al 2 jeugdtrainers gestationeerd in China. Ja, dat klopt. We hebben 2 trainers daar werkzaam. Zijn nu terug, maar die hebben daar op een school gewerkt om die school te ontwikkelen in het voetballen. Bovendien nam het A-jeugdteam van ADO Den Haag deze zomer deel aan een groot, fameus internationaal jeugdtoernooi in China. Ja, dat klopt. Ook heel succesvol. We zijn erheen gegaan, begin van de competitie. We zijn er 3e geworden. Heel groot internationaal toernooi. Dus wat dat er gaat, zijn we volop bezig in China. De samenwerking gaat nu nog verder. ADO Den Haag biedt 10 jeugdtrainers de kans om met het ADO-concept voor 10 maanden aan de slag te gaan in China. Ja, we zijn er al 3 keer geweest. Ik ben 3 keer in China geweest. De laatste keer in de Mongolia. Een stad. En daar hebben we eigenlijk een plan op losgelaten van hoe wij denken om het voetbal daar, laat maar zeggen, gestalte te geven. En daar zit een uitvloeisel van dat we 10 trainers daarheen moeten gaan sturen. Wat gaan die jeugdtrainers daar precies doen? Ja, goed, ze hebben daar natuurlijk nog geen competities. Dus ze willen het voetbal willen we promoten vanuit de school. He, dus de kinderen die daar zitten in verband brengen met het voetballen en zo enthousiasmeren. En van daaruit structuur te gaan bouwen, competitie gaan neerzetten, want dat is daar natuurlijk niet. Maar dit is de eerste aanzet daartoe. We zijn aan het kijken naar geschikte kandidaten en inderdaad meenemen in de visie van wat wij nu dus hier doen in de opleiding. Van hoe kijken wij nou naar voetballen, hoe trainen wij nou het individu. Alleen ja, daar begin je wel met de basis en de basis is om ze te enthousiasmeren voor het voetballen en dan inderdaad wel vanuit onze gedachten. FC Schavenzande en Feyenoord gaan met elkaar kennis delen op het gebied van de opleiding van jeugdvoetballers. FC Schavenzande is ook partner geworden van de Feyenoord Academy. FC Schavenzande, een vereniging met zo'n 1600 leden, waarvan 900 jeugdleden, wil graag ook die jeugdleden een goede opleiding geven. En daar gaat het met name om prestatief, maar ook om het recreatieve niveau. HBS, dat afgelopen zondag in de topklasse kansloos met 4-0 verloor van de VVSB, kan voor de rest van het seizoen een beroep doen op Gábor Horvat. De 30-jarige verdediger kwam in het verleden ook nog 2 seizoenen uit voor ADO Den Haag. En bij de opleiding van ADO Den Haag is hij op dit moment jeugdtrainer. Evenals trouwens Alexander Rankovic, met wie hij op de foto staat. Opzienbarend het afgelopen weekend was de 13-0 overwinning van het zaterdagteam van Velo op HPSV. En 1 speler, Joeri Verbeek, maakte liefst 8 doelpunten. En ook hij weet dat zoiets niet zo vaak voorkomt. Nee, dat zal niet ieder weekend gebeuren, nee. Maar ik hoop dat het nog vaker gaat gebeuren. Maar ik denk het niet. Ik denk niet dat er nog in gaat zitten. 8 doelpunten maken. Even terug in het geheugen. Wat was de mooiste? De mooiste was denk ik de eerste helft. Dat was nadat ik mijn penalty had gemist. Dat ik met links wegdraai op de 16. Of met rechts wegdraai op de 16 en met links hem in de kruising schoot. Velo begon goed aan het seizoen met een 9-1 zege op GC Esdo. Nu 13-0 tegen HPSV. En dat is natuurlijk leuk zo'n start, maar het zal toch niet het hele seizoen door moeten gaan zo? Nee, dat zal denk ik ook niet gebeuren. Er zitten wel nog teams in waar wij het moeilijk tegen gaan krijgen. En ja, misschien zullen we ooit nog wel een keer verliezen, maar dat is afwachten. We gaan er niet vanuit.
Velo Zaterdag is met trainer Edwin Vurens ambitieus. Zo'n derde klasse longt natuurlijk met mooie derbies tegen Westlandse clubs. Nou, dat zou leuk zijn. We hebben natuurlijk tegen Onze Dijk al gespeeld voor de beker. Ja, en dat, voor ons zou het leuk zijn, lekker in de buurt. En hard, lekker voetbal. Joeri Verbeek scoorde in twee duels 11 maal. Melvin van der Zijde, oud ploeggenoot, kwam vorig seizoen bij Verburg tot 51 treffers. Is dat de nieuwe uitdaging? Ja, op een gegeven moment ga je er wel naar kijken, maar nu is het voor mij nog niet echt belangrijk. Voor mij is het nu belangrijk om te winnen met z'n allen en die 3 punten met elkaar mee te pakken. Als team nu al 22 doelpunten, waar eindigt dat aan het einde van het seizoen? Ik hoop dat we richting de 100 gaan. Jong ADO Den Haag was afgelopen maandagavond in het Kyocera Stadion met 2-0 te sterk voor de leeftijdgenoten van Willem II. In de eerste helft werd er niet gescoord. Een kwartier voor tijd opende Roland Alberg voor ADO Den Haag de score. Alberg speelde overigens de gehele wedstrijd mee. In de blessuretijd tekende hij ook voor de tweede treffer vanaf de stip. En die strafschop was toegekend omdat Kenji Goree onderuit was gehaald. Haaglanden voetbal aan tafel is er vrijdagavond weer. Dan onder andere aan tafel de trainer van BMT zondag, John de Wit. En met hem en andere trainers discussiëren we uitgebreid over het aantrekken van amateurvoetballers. Oké, ik was net beneden en moest ik me eigenlijk voorstellen. Maar ik stond wel in de krant met naam en toenaam. Dus ja. Dat is wel... Vertel. Nou nee, ik weet gewoon van... Kijk, ik weet gewoon van mijn eigen 100% zeker, zolang dat ik trainer ben, waar dan ook. Zou ik nu ene speler benaderen van een andere club? Ja, niet even benaderen. Ah, onderhouden. Wie? Ja. De wedstrijdanalyse, hè, en de tactische looplijnen. Zeg maar, ga maar die kant op en na de rust gewoon die kant op. Want als er op dat briefje staat van je loopt maar lekker de sloot in, dan lopen ze eigenlijk gewoon de sloot in. Ja. Tering, wat een niveau. Haaglanden Voetbal aan tafel. Het praatprogramma over het voetbal uit de regio. Iedere vrijdag vanaf 6 uur op Regio TV Info Thuis. Dus Haaglanden Voetbal aan tafel aanstaande vrijdag bij Regio TV. En dat programma is er voortaan elke vrijdag. Wat Haaglanden Voetbal vandaag betreft, dank voor uw aandacht. En dit programma is weer komende donderdag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Albasign en Asta Casino.